Arthur, hoe is het met de benen? Ja, heel slecht. Dus, het was echt afzien, vooral het laatste stuk. Dus begon hij een beetje te steken in de knie. Dus, veel wind en regen onderweg, hè? Ja, best veel. En dan zeker als je op die dijk rijdt langs het water en dan vol over de weilanden wind aan de zijkant. Dus, maar we hebben het gered. Mooie shirtjes, PEC Zwolle logo op de borst. Vertel nog even, want waarom zijn jullie op de fiets? Nou, fietsen naar de Kuip zeg maar, is vorig jaar gestart. En dit jaar weer in die finale. Dus we gaan er een traditie voor maken. En we fietsen voor PEC Zwolle United. Dus de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. En die doen allerlei mooie projecten. Fotoprints op kinderafdelingen in ziekenhuizen. Tot achterstandsbuurten waar ze projecten doen om via sport te verbinden. En nu omkleden en snel naar binnen? Ja, we gaan nu hier mogen wij douchen. Dus en dan omkleden. En dan hopelijk een mooie wedstrijd voor PEC Zwolle. Dus dat zou de dag afmaken. Hebben jullie het onderweg nog over de voetbal gehad of gewoon een stuk doorgefietst? Ja, wat het gaat worden hè, qua stand. En dat het waarschijnlijk niet zo'n makkelijke wedstrijd wordt als dat het vorig jaar uiteindelijk was hè, tegen Ajax. Maar vooral na de 1-1 tegen Ajax. Hè. Hebben we wel veel vertrouwen dat, 3-1 moet wel lukken. Wat wordt het vandaag? 3-1? Ja, 3-1. Ja, voor PEC. Ronald Mulder, ja, je maatjes, je fietsmaatjes zijn er al vandoor. Die staan straks onder de douche als jij komt. Maar hoe was het onderweg? Ja, het laatste stuk was even nat en koud, maar we zijn mooi aangekomen. Dat is een mooi stukje hè, op het moment dat het schaatsseizoen afgelopen is. Ja, klopt. Nou, we zitten nu weer al in training hoor. Dus we zijn alweer 3 weken aan de gang. En ik zei gisteren tegen Gerard, mag ik mee? Hij zegt, ik ben helemaal gek geworden. Maar op een gegeven moment zegt hij, het zal vast niet 33 aan het uur gaan. Dus nee, het was hartstikke leuk dit. En een mooie groep ook met z'n allen. Het is leuk om deze kant op te komen. Wat wordt er over gesproken onderweg? Is dat vooral voetbal of is dat eigenlijk overal van alles? Ja, gewoon het met elkaar doen. En zeker, we kijken ook uit naar de wedstrijd. Dus het gaat ook zeker over de voetbal, ja. Ja, ook als Zwollenaar, wat denk je ervan? Ja, we gaan winnen, hè? Ja, 3-1, denk ik. Ja, ik sprak net schaatscoach Gerard Kemkes, die natuurlijk bij Groningen in dienst is. Die zei ook, het wordt 1-3 voor Groningen. Dus de stemmen staken een beetje. Ja, hoe zou dat komen? Misschien hebben wij een lichte voorkeur voor een bepaalde club. Ja, heel apart, waar komt dat van? Ja, geen idee eigenlijk, ja. Nou ja, goed. Ik hoop op een mooie wedstrijd. Dus voor mij mogen er wel 8 doelpunten vallen, maar doe maar 7 dan, 4-3. Heel veel plezier, ga lekker douchen. Ja, bedankt. Yes.